Goedemorgen. Het is bizar. Sinds dat Purpose uit is, dat laatste album van Justin Bieber. Hij zoekt naar Jezus, naar God, naar geloof. Hij zingt zelfs liedjes aan God. En ineens is iedereen hier gewoon hartstikke fan. What do you mean? En dat bracht mij op een idee. Ik ga Justin Bieber uitnodigen voor de EO Jongerendag 2016. Daar ben ik, in Londen, waar Justin Bieber later vandaag gaat optreden. En ik sta voor zijn hotel, want hier gaat hij als het goed is verblijven. We weten niet of hij al in het land is, we weten niet hoe laat hij hier komt. En daarom zijn er nu honderden Beliebers in de hele stad overal op zoek naar Justin Bieber. Zo zitten er ook een heleboel hier voor het hotel. En ik ga maar met ze wachten, hopen dat ik hem tegenkom en hopen dat ik hem deze kan overhandigen. Het eerste EO Jongerendag ticket. Where are you from? Italy. I'm from Bristol. In Trine, uit Noord-Brabant. From Portugal. And you came to see? Justin Bieber. We love Justin! Hoe lang ben je vandaag al in Londen aan het rondlopen? Sinds vanochtend 9 uur. You have the blonde hair. You have actually a tattooage, just like Justin. Yeah, and I got the rose tattoo here. He has literally the same. The same. I'm the biggest fan in London. I spent so much money buying every single album, every book, everything. But it's worth it, because it's Justin. By not being perfect, you sometimes can disappoint people. And with God, it's like he's perfect and he never disappoints. So on the latest album, Purpose, Justin wrote a couple of songs to God and about Jesus. So what do you think about Jesus now? I think he's the best person ever. He is like someone that you want to be like. When I'm listening to him, I'm just, I don't know, he makes me feel good even he's not in the room with me right there, right now. You know what I mean? I believe in him. He gave me purpose. Hij is gewoon iemand waar ik elke dag mee bezig ben. He's ruled the world. He's ruled the world, so one day maybe I can be something more than I am today. Toen opeens begonnen zij zo ontzettend enthousiast te vertellen over Jezus en wat hij gedaan heeft in hun leven. En ja, ik had het natuurlijk helemaal niet verwacht. Hij beheerst toch wel een heel groot deel van mijn leven. En echt al mijn krachten die ik ergens uithaal, dat is toch wel door hem, voor hem en met hem. There is a person that did it before. He did it before me. So he's not my favorite artist, he's not my favorite singer, he's my idol because of this. Ja, je staat daar dan en dan hoor je die verhalen en dat raakte mij zo erg, omdat je, ja... Ja, wacht heel even hoor. Ook zo stom zit ik weer te janken. En hoe is het afgelopen met Bieber dan? Bieber? Woe! Ja, Justin Bieber is hier! Justin Bieber staat voor mijn neus! Joram! Joram, waar ben je nou? Justin Bieber is hier! Joram! Joram! Ja, dat moment heb ik dus gemist. Want wij stonden bij het hotel te wachten en na 4 uur of zo is Justin daar ook aangekomen. Maar ik was zo onder de indruk, hè, van al die verhalen over Jezus, al die getuigenis. En ineens dacht ik, ik moet hier weg. Ik wilde gewoon even de boel laten. Even alles op een rijtje krijgen. Ik heb dat ticket, dat heb ik aan een zwerver gegeven. Ik heb dat shirt heb ik aan het goede doel gedoneerd. Het deed me echt iets beseffen. Super vet om Justin op de EO Jongerendag te hebben. Maar hoeveel vetter is het om Jezus op de EO Jongerendag te hebben, waar al die Bieber-fans zo enthousiast over zijn. Dus ik zeg, Jesus to the EO Youth Day! Hoe vet is dat? Hij geeft hoop, hij geeft liefde en, ik heb het even laten bevestigen, hij is erbij. Yeah, you've given me birth.